naar elkaar gekomen met een technische team om ook hier alles te bezichtigen. Te kijken, de directeur met zijn team van OMCP, waarnemend, is ook hier aanwezig om alle aanwijzingen te geven met betrekking tot de pompen die hier allemaal, eigenlijk vier pompen gaat het om, waarvan er dus twee nu gemaakt zou moeten worden, gereduceerd zou moeten worden. En ook te kijken van de andere zaterolie die ook hier aangeleverd is, dieselolie, wat verbruikt wordt. En we kijken ook naar wat nu de droge tijd aanbreekt. En we hebben te maken met, zoals u weet, dat de weerdeskundigen hebben voorspeld dat er een lange droge tijd zal zijn. Nu voorbereidingen te treffen om te kijken hoe we samen gegarandeerd toch nog optimaal irrigatie water vanuit de quarantaine rivier kunnen onttrekken om de boeren te voorzien. En alle gebieden van Nikeri en de linkeroever van de Nikeri rivier. En de bedoeling is om alles op tijd eigenlijk klaar te hebben. Om dat er geen stagnaties zullen ontstaan. U weet de droge tijd, maar aan de andere kant hebben we straks binnen enkele weken de oostperiode die nu aanvangt, waarbij we dus dan volop zullen gaan oosten. Dat gaat ook eveneens 2 tot 2,5 maand duren. Maar daarna hebben de boeren volop water nodig. Dus daarvoor zijn we hier en we kijken om dan zoveel mogelijk alles in het werk te stellen, zodat de boeren gegarandeerd zijn van water.